Hallo, wij gaan de Van der Hoopstraat filmen en mensen, een paar mensen interviewen. En dit is de Van der Hoopstraat. En daar staat ook een heel mooi schildering, vind ik. Oké. Wat positief is nu in de straat, is veilig. Oké. Dat is mooi. Ja? Mogen we wat vragen? Woont u hier? Ja. Oké. Okay. Vindt u het tot nu toe wel gezellig? Ja, ik vind het echt gezellig, ja. En waarom? Ja, ik vind het vooral heel mooi. De gebouwen, die gevels vind ik heel, ja, heel mooie architectuur. En ik vind ook dat veel verschillende functies hier zitten. De restaurantjes en de galerie en winkel. En dat maakt het gezellig. Dat niet alleen maar woning of alleen kantoren, weet je, maar een menging. Wat vindt u leuk hier aan de winkeltjes? Ik vind het leuk dat jij van alles, dat je alles kunt vinden. Alles dat je nodig hebt, kun je makkelijk vinden. En dat ja, en de prijzen zijn ook niet duur. Dat vind ik leuk. Oké. Dank u wel voor het. Dit is de kapper. Hij is nog niet open gegaan. De hairstyling rolling kapper. Ja, wat vindt u hier leuk aan deze straat? Het is hier altijd gezellig en nooit echt rustig en eng. Het is altijd lekker druk. Oké. En vindt u dat er hier wel leuke winkeltjes zijn en zo? Ja, verderop wel, ja, maar hier niet. Oh. Oké. Is het hier gezellig? Het kan wel wat gezelliger, ja, maar het is wel gezellig. Oké. Dit was het interview. Bedankt. Dit is kunst. Van Mariette van 2009. En dit is een winkel, een restaurantje met allemaal live muziek en allemaal heel gezellig. En ze zijn elke dag open. En alleen op maandag hebben ze afhaal. Service. Handig om te weten. En dit is dus een restaurantje. Nostimo. Een Griekse restaurant. Gezellig hier. Heel gezellig. Lange vragen. En wat vind je zelf van deze straat? Wel leuk, ja. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Woont u hier? Ik woon op de Westelijke Eilanden, op Biggers Eiland. Dus niet helemaal in deze buurt. Oké. Okay. Ja, maar wat vindt u van deze straat? Wat ik van deze straat vind? Nou, mijn dochter woonde hier achter. En die heeft hier altijd met plezier gewoond. Niet speciaal in deze straat. Die woont in de straat hierachter, zoals ik zeg. En die heeft hier met plezier gewoond. Prettige winkels en zo, dus dat is altijd prettig om te wonen. Oké, en vond ze het dan wel gezellig en zo? En u? Ja, ze vond het heel gezellig. Nou ja, wat ik zeg, gewoon de winkels hadden echt het gevoel van een buurtje te wonen. Niet zo anoniem. Leuk café is, dat is ook belangrijk als je jong bent. Yay! Dank voor het. Hallo mevrouw, wat vindt u van deze straat? Ik vind het echt een prima straat. Ja. En wat vindt u er leuk aan? Nou oké, ik vind er niet speciaal iets heel erg leuks aan. Mag wel wat meer groen. Yeah. Maar het is wel een opgeruimde straat en de fietsen kunnen hier kwijt. Ja, vindt u het niet een beetje druk hier? Er zijn hier weinig rustige straten en mensen moeten ook met de tram weg. Ja, dat is waar. Oké, dankjewel voor het interview. Dus goed succes. Dank je. Wat vind je van deze straat? Nou, ik vind het best wel een drukke straat. En ik vind het ook niet echt bepaald een mooie straat.